Nadat Duitsland zich onvoorwaardelijk had overgegeven in de Tweede Wereldoorlog, werd het verdeeld door de geallieerden in vier bezettingszones. En ja, dat heeft alles te maken met de Koude Oorlog, die nu ook weer centraal staat. Als we gaan kijken naar de invloedssferen in Europa. Van aan de ene kant uh, de Communistische Sovjet-Unie. En aan de andere kant uh, de kapitalistische en democratische Verenigde Staten en haar bondgenoten. Er horen deze kenmerkende aspecten bij. En ja, wat we al zagen in de vorige video, er was heel veel wantrouwen over en weer. En dat wantrouwen, dat liep uh, over in spanningen eigenlijk tussen die geallieerden. Want ze hadden natuurlijk wel samen gevochten tegen Hitler, maar dat was meer uit nood geboren, want eigenlijk vertrouwden ze elkaar niet. En keken ze ook anders aan tegen hoe uh, Duitsland en Europa daarna de Tweede Wereldoorlog uit zou moeten zien. Ja, en die spanningen hadden bijvoorbeeld te maken met het feit dat Duitsland als één economische eenheid zou moeten worden bestuurd. Hè? Dat hadden ze afgesproken. Vier bezettingszones, maar wel één eenheid op economisch gebied. En ja, de Verenigde Staten die wilden heel graag dat er een vrije markteconomie kwam en dat er ook echt werd gewerkt aan economisch herstel van Duitsland. Hè? Want ze hadden ook gezien hoe Duitsland na de eerste wereldoorlog juist uh, zware herstelbetaling moest doen, waardoor uiteindelijk ook er heel veel onvrede was en misschien ook wel de tweede wereldoorlog kon ontstaan. Terwijl de Russen zoiets hadden van nee, er moet een communistische planeconomie komen. En wij zijn zwaar getroffen door die Tweede Wereldoorlog, door de aanval van Duitsland en die vernietigingen die ze daar hebben gedaan. Dus wij eisen herstelbetalingen, daar moet Duitsland voor boeten. Nou, daar keken ze dus al anders tegenaan. Ook op politiek gebied waren er grote verschillen. En hoe moest de macht verdeeld worden in Europa? Nou, de Amerikanen die vonden dat er in heel Europa vrije verkiezingen zouden moeten komen. Uh, zowel in West-Europa als in Oost-Europa, waar uh, de Russen uh, de gebieden hadden bevrijd. Maar de Russen die vonden dat uh, in de landen die ze hadden bevrijd, dat er communistische regimes zouden moeten komen. Want ze zeiden ook, we willen eigenlijk een soort uh, buffer tussen ons en West-Europa creëren. Tussen ons en Duitsland creëren zodat we niet nog een keer aangevallen worden. Maar goed, dat staat dus haaks op wat de Amerikanen willen. En daar kwamen ze dus ook al niet uit. En nog een dingetje waar ze ook niet uitkwamen was eigenlijk de, ja, waar die Duits-Poolse grens nou precies moet lopen. Daar bleef ontevredenheid over staan. De Russen wilden een groter deel pakken dan dat de Amerikanen wilden toegeven. Dus ook daar was er sprake van spanning. Ja, en uiteindelijk zijn die Amerikanen gewoon heel erg bang dat het communisme uh, dieper Europa in zal komen. Hè. De, de Sovjet-Unie was in 1917 communistisch geworden. Uh, vervolgens waren er dus een aantal landen waar, uh, die door de Russen bevrijd waren, waar de Russen ook uh, achterbleven en waar communistische regimes werden aangesteld, die uh, ja, onder controle of in ieder geval beïnvloed werden door, uh, door Moskou, door de Sovjet-Unie. En de Amerikanen wilden dus zorgen dat niet heel Europa communistisch zou worden, want dat was echt hun, hun angst, hun angstbeeld ook. En vandaar dat president Truman kwam met de zogenaamde Truman-doctrine. En die houdt in dat de uitbreiding van het communisme moet worden tegengegaan. En dat doe je door landen die bedreigd worden door het communisme, eh, economisch en militair te steunen. En op die manier, door landen die nog niet communistisch zijn, uh, door die die steun te geven, kan eigenlijk het communisme gecontained, tegengehouden worden. Dus wordt ook wel de containmentpolitiek genoemd. Hè. Een container is er ook op gericht om de dingen die erin zitten, om die er niet uit te laten komen. Dus dat communisme in Oost-Europa, dat moest gecontained worden. Ja, hoe doe je dat dan precies? Hoe zag die economische en die militaire steun eruit? Nou ja, dat betekende bijvoorbeeld dat uh, al heel snel de NAVO werd opgericht. En de NAVO kun je eigenlijk zien als de invulling van uh, die militaire steun van de Truman-doctrine. Want het was een militair bondgenootschap tegen het communisme. En verschillende West-Europese landen en ook Canada, die sloten zich daarbij aan. Als één van ons bedreigd wordt door het communisme, dan moeten we met z'n allen terugslaan. Dat was de gedachte erachter. Ja, en daarnaast hoopten de Amerikanen ook dat er op Europees gebied veel meer samengewerkt zou worden. Hè. Ze stimuleerden echt de Europese eenwording en uiteindelijk uh, leidde dat ook, en niet alleen door de Amerikanen, maar die waren er wel heel blij mee, dat uiteindelijk de EGKS, de voorloper van de Europese Unie, werd opgericht. Uh, in eerste instantie economische samenwerking als het gaat om uh, de kolen- en de staalindustrie. En dat deden zes landen, die je hier ook op het kaartje ziet, in Europa aan mee. Ja, en Hoe meer die landen samenwerkten en hoe meer ze ook uh, met de Amerikanen samenwerkten, hoe kleiner de kans was, dachten de Amerikanen, dat het communisme ook in West-Europa zou komen. Maar ze zagen ook dat uh, er natuurlijk nog heel veel werk te verzetten was in Europa. En daarom waren ze in 1947 al gekomen met het zogenaamde Marshallplan. En die kwam voort. Uit uh, de angst van de Verenigde Staten dat, als er heel veel armoede zou blijven in Europa, want dat was er na afloop van de Tweede Wereldoorlog, dat het communisme dan meer aanhang zou krijgen. En daarom dus het Marshallplan, bedacht door deze man, George C. Marshall. En dat was economische steun van de Verenigde Staten aan alle Europese landen die eigenlijk gewoon op een gat lagen door uh, die Tweede Wereldoorlog. En ja, heel veel landen, die, die, die accepteerden die steun ook. En die kregen echt uh, miljoenen, miljarden dollar steun. Nederland heeft er ook heel erg van geprofiteerd, bijvoorbeeld. En die waren dus, dat was dus bedoeld om de economie weer op gang te brengen, om mensen weer aan het werk te krijgen. Want uh, als mensen genoeg inkomen hadden, dachten de Amerikanen. Nou ja, dan, dan zijn ze ook minder vatbaar voor die ideeën van het communisme. En dat werd dus ook aangeboden aan Oost-Europese landen. Maar de Sovjet-Unie weigerde die Marshall op voor de landen in haar invloedssfeer. Want uh, zij wilden geen uh, Amerikaanse dollars in hun landen hebben. Zij wilden ook geen kapitalistische economie hebben. Nee, zij wilden het communisme doorvoeren in haar invloedssfeer. En nogmaals, dit speelt dus in heel Europa. Niet alleen voor Duitsland. Want uh, wat betreft Duitsland, nou ja, daar gaan we in de volgende video weer eens naar kijken.